Je ziet het steeds vaker naast boerderijen verschijnen. Grote silo's met een railsysteem erboven van Agridek. Maatschap van Goslinga en het Friese Schettens heeft sinds het voorjaar zo'n afdeksysteem over een silo van 19 meter breed en 60 meter lang. In slechts 30 minuten kan Jan van Goslinga het afdeksel van zijn lasagnekel rollen. Nu kan ik het allemaal alleen open draaien en anders dan had je altijd een groep mensen nodig. Hij zegt dat het tijd bespaart en eenvoudig werkt. Op het zeil liggen slurven die met water worden volgepompt. En voor de winter ligt naast de silo een zoutwateropslag. We moesten een grotere silo bouwen en dat is, zulke grote silo's zijn eigenlijk niet meer dicht te maken met gewoon kleden, met zandslurven en met vrachtwagenbanden. Dat wordt hem gewoon niet meer. En we wouden alle sneden in één silo hebben. Gewoon het hele jaar door één silo open met voeren. Volgens Van Goslinga is de kans op broei met het afdeksel ook minimaal. Dat steeds meer melkveehouders het systeem ontdekken, kunnen ze bij Agridek duidelijk merken. Het gaat echt wel los, om het zo maar te zeggen. We zijn zelf melkveehouder in het Friese Zwichem. Daar zijn we 15 jaar geleden al begonnen met het concept en het idee. En je ziet eigenlijk dat de eerste jaren werd er heel vreemd tegen aangekeken, tegen grote silo. Maar je ziet al die jaren later wordt het toch wel interessant. Of de investering ook is terug te verdienen, vindt Van Goslinga moeilijk te zeggen. Het is vooral gebruiksgemak. Maar één ding weet hij wel. Ik had altijd een hele hekel aan het kuilen en nu is het mooi werk. Ja, nu is het echt mooi werk geworden.